it so. Come on, power. Dames en heren, en super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol en ik sta hier in het dorp van Zeist. Ik woon in Zeist. En ik heb mijn mooie sjaal om, die ik heb gekregen van Melissa, de vriendin van Jendor. Ik ben heel erg slecht met namen, dus wil je heel even erbij komen? Hoe heet ze ook alweer? Michelle. Oh, Michelle. Oh, sorry. Deze sjaal heb ik gekregen van Michelle. Kijk, dat bedoel ik. Was haar naam gewoon vergeten. Ik ben niet Michelle, ik ben Myron. Ja, jij bent Myron. Dit is Myron. In ieder geval, ik... Ja, ik ben in het dorp en het was lekker weer en nu regent het. Super. We gaan eerst even wat eten, want we hebben trek. Heel veel trek. Oliebollen, oliebollen! Lekkere oliebollen! Lekkere oliebol, ja! Oh, kijk, een ballon! Maak hem kapot! Nee, ik maak hem niet kapot. Dit is niet mijn ballon. Hey! Hij is dicht. Oh, hij is dicht. We wilden hier wat gaan eten. Maar hij is dicht. Hij is dicht. Er staat hier gewoon maandag. Oh, van 4. Het is geen 4 uur. Oh my god. Hij is dicht. Nou, dan wordt het 4 uur op. Ja. Nou, hij is dicht. Oh my god. Zo. Nee, hij is dicht. Hij gaat niet open. Waarom? Ja, we kunnen altijd inbreken. Ja, kan gaan breken. Je openmaken als je wil. Ja, misschien. Heb je de sleutel? Ja. Kan je hem openmaken? Ja. Oh, echt? Waarom ga je... Ik heb ook sleutel. Ik kan hem ook openmaken. Volgens mij is dit een Lamborghini deur. Kijk. Oh nee, kan niet. Wil je grapjes maken? Ja, ik ben grapjes maken van Zeist. Van Zeist? Ja, ik ben een grapjes maken van Zeist. Oké, die is dus nog niet open. Maar het is dus wel serieus zo dat die meneer daar werkte. En het was echt een heel raar gesprek. Want we raakten helemaal in de war. En hij begreep er helemaal niks van. Ja, nou, was wel grappig. Was op zich wel grappig. Ik zag jou één ding! Wat zeg jij tegen mij? Panda, 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 panda. Panda. Panda, 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 panda. Kijk, panda. Oh, daarom. Ik dacht, waarom ben ik zingen? Panda. Het is vandaag niet tijd voor dat soort liedjes en zo. Maar het is vandaag 11 november. Oh ja, het is vandaag 11 november. Is de dag dat ik lampje aan het lopen mag. Dat mijn lichtje, dat mijn lichtje. 11 november is de dag. Dat mijn lichtje branden mag. Panda, 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 panda! Oké, we moeten even een shot maken bij die panda. Myron, ja. Wil je me alsjeblieft even filmen? Nummer 10. Wow. Is dat goed? Niet normaal. Oké, okay. Ze weten? Ja, lekker. Oké, okay, ik heb een nieuw trucje. Komt-ie aan. Leuk. Was die voor mij bedoeld of voor de kijkers? Vul maar in. Vul maar in. Oké. Okay. Niet voor mij in ieder geval. Stop hem erin. Oké, okay, kom maar. Nee. Nee. Ja. Nou, ik zal niet zo flauw doen. Daar schotel ik je niet mee op. Ach, kom nou. Oh, die comeback was echt heel goed. Die was comeback. Echt. Comeback. Oh my god. Oh my god. Myron, heb ik nou een hartje gekregen? Of heb ik nou... Nou? Nou. In ieder geval, Myron heeft een caramelino. Ik heb een lekkere Caesar salad. Heerlijk hoor. Mand! Ze kijkt ook nog linksom. Myron! Myron! Heel snel hier. Je wordt op matje geroepen. Mand! Mat? Nee, geen mand. Mat! En zo... Waarom zaalde je me op met deze bullshit? Ja, weet je wat het is, Myron? Tot slot? Weet je wat het is? Vertel. Tot slot zal ik jou even vertellen dat als het niet leuk genoeg is, dan knip ik het er altijd even tussenuit. Oké. Zijn nou top? Ja, ik zei top. Of zei dop? Of zei gordijn? Want je mag er zijn. Nou, daar doe ik niks mee. Nou, ik denk dat ze in het magazijn liggen. Ik wil helemaal niks meer met jou te maken hebben.
Ja, dat is wel een beetje Drents hoor. Dat is wel een beetje uit het noorden. Ik wil niks met jou te maken hebben. Ja, in plaats van ik wil. Weet je wat het is? We laten dit allemaal wel gewoon achterwegen. Oké? Okay? Ja, top. Zijn je nou dop? Het is gewoon triest hoe wij hier rondlopen om te kijken of we nog meer woordgrappen kunnen maken. Je moet echt stoppen met die grappen, want... Straks hang ik mezelf op. Wat wil jij zeggen? Nee, ik denk ik laat hem jou maar wel maken. Oh. Ik zie wat jij niet ziet. En het is fancy. Fancy? Oh, fancy. Ik zie. Dat bedoel je? Ja. Oh, ja, die is echt goed hoor. Hoe je reageerde vond ik wel een beetje gemeen. Was die niet goed? Nee, niet leuk. Oh. En niet grappig. Oké. Okay. Hoe heette de vader ook alweer van een pier? Papier? Jongen. Ja, dat was een grap. Hoe heet de vader van een pier? Papier. Hé, hey Enzo. Kijk eens niet zo zuur, stok. Oh, middernacht. Schijnen. Lig hier op mij. Als het goed is, hadden jullie het net al meegekregen. Dat vandaag, hè, 11 november, lampionnetje lopen. Maar hoe gaan die liedjes ook weer? Dus ik ben dat even aan het googlen. We zitten nu in een mooie hal binnen, dus dan klinkt je stem veel mooier. Oh ja, dit is wel een van de meest bekende. Sint Maarten, Sint... Oh, wacht. Ik moet even lampionnenstokjes hebben. Misschien hebben ze het hier. A few moments later. Oké, ze hebben hier geen lampionnetjes, maar die moeten we nog wel even halen. Maar dit is wel een van de bekendste. Sint Maarten, de koeien hebben staarten. De meisjes hebben rokjes aan, daar komt Enzo Knol aan. Ja, dat is de bekendste. Waarom wil dat kind met jou op de foto? En nu weet u het. Ja, nu weet u het, ja. Omdat ik zo grappig ben. Oh, een lelijke natnek. Die bent je op. Oké, kijken. Strontjong. Wat zeg je daar? Strontjong. Kom maar jong, strontjong. Sint Martinus Mik, mak mijn vader, kijk naar Tik Tak. Mijn moeder, kijk naar Sesamstraat. Is dat nu geen snoepje waard? Maar dit is een beetje oldschool. Dit is wel een heel oud nummer. Het moet eerder zijn. Sint Martinus Mik, mok. Iedereen doet tegenwoordig aan Tik Tok. Mijn moeder, kijk naar Enzo Knol. Stop maar een snoepje in mijn hol. Ja, die is wel leuk. Nou, super. Die zou ik gebruiken. Het is ons gelukt. We hebben lampionnetjes gekocht. Yes. Ze hadden niet meer zo'n kap eromheen, zeg maar dat maakt niet uit. Nee, doe gewoon zo. Lampionnetjes genoeg. Dit is prima. Nou, daar zitten we dan. Wachtend op één iemand. Ik zal eventjes bellen dat we voor zijn huis staan. Hallo? Yo. Yo, ik sta voor de deur, man. Oké, ik kom aan. Oké, yo. Top. Hij komt eraan. Hij heeft er heel veel zin in. Ja, dat hoor je, hè. Oké, wil jij gaan rijden? Ja. Dan kan... Milan voorin zitten. Nou, dan heb je uw mobiele telefoon bevindt zich nog in de wagen. Dat heb ik ondertussen zo vaak gehoord. Als je namelijk geconnect bent met het snoertje en je stapt dan de auto uit nadat je hem uit hebt gedaan, dan gaat hij dat elke keer zeggen zodat je je telefoon niet vergeet. Best wel handig, maar ja, op een gegeven moment weet je het gewoon uit je hoofd. A few moments later. Hoeveel kilo zit erin eigenlijk? Een kilo te weinig. 750 gram. Oh. Bijna een kilo. Oh, zit je niet voorin? Nou, jij mag voorin zitten. Jeetje, zo. Ruik je lekker. Wou ik ook net zeggen, je ruikt lekker, man. Dank je, dat is een veiling geurtje. Echt? Oh. Wil je ook mij ruiken? Nee. Ruik maar. Nee, jij gaat scheten. Nee. Pepernoot. Ja, dat ziet hij zelf ook wel. Ja, alsof ik dat niet ruik. Wil je pepernoot? Nee, dank je. Jij weet wat we gaan doen? Ja. Dat is mooi. Ik ga een lampionnetje lopen. Echt zin in. Ik ben 28 en ik ga een lampionnetje lopen. Ja, wij dachten dat het een goed idee was. Maar even ik heb mijn tas meegenomen voor de snoep. Ja, goeie. Heb je echt gedaan daarvoor? Ja, tuurlijk. Oh, wat slim. Nice. Ja, ik wil de hele tas vol. Nou, kijk, we hebben hier lampionnetjes gekocht. Dat is een euro per stuk. Ik zie Milan nu al denken, dat is geen lampion, dat is een lamp. Ja, inderdaad, dat is een stok, een lamp. Nee, ik hoop dat de batterij bij ingegeven is. Ik denk het niet. Ik heb batterij binnen.
Even kijken, hoe doe je dat ding aan? Schuiven. Gozer. Staat hij aan? Nee. Hoe doe je dat aan? Denk je zelf. Lijkt me een vishengel. Draaien misschien? Of... Nou, waar wil je een vis in je badkuip? Ik denk serieus dat je, als je de batterij erin hebt, dat hij dan doet. Meteen. Dat oh, wacht. Nee. Kijk. Oh, super. Nice. Super. Hij doet het. Yeah. Hij doet het. Nou, hiermee gaan we een lampionnetje lopen, hè? Ja. Yeah. Super, toch? Leuk, man. Ja, maar nu is het zo dat aangezien Miron en ik het als idee hadden, dat wij al liedjes hebben gemaakt. Oh. Maar gewoon eigen verzonnen liedjes. Leuk. Ja, leuk, hè? Ja. En aangezien we lampionnetje gaan lopen in Assen, we zijn nu in Zeist, moeten wij nog 1,5 uur rijden. Waarschijnlijk wordt dat 2 uur, omdat het slecht weer is en druk op de weg. Maar hebben we zeker weten nog wel 2 uur dik de tijd om goede liedjes te bedenken. Zelfgemaakte liedjes. Dat is origineel en gaat ons hopelijk voor meer snoep zorgen. Dus, ik heb in totaal 4 lampionnen, mocht er wat misgaan, of eigenlijk 4 lampjes, mocht er wat misgaan, dan kunnen we een reserve pakken. Maar zal ik mijn allereerste liedje laten horen? Ja, doe maar. Oh, ja. Ik breng ondertussen Miron in hypnose. Ja, is goed. Ik sliep net ook al van mezelf. Welke beat dan? A cappella. Ja, a cappella. Sick, bro. We doen niet op een beat. Oh, lampionnetjes lopen is altijd a cappella. Ja, ja, ja. Sick. 11 november is de dag die wij lopen, die wij lopen. 11 november is de dag die wij lopen met een lach. 12 november is de dag dat je niet meer lopen mag. Dus geef mij nu alles wat er is, want snoep is wat ik mis. Ja. Dat is een goeie, toch? Dat is een hele goeie. Niet normaal. Snoep. Dat mag er zijn. Geef me snoep en rot op met je mandarijn. Want ze hebben altijd mandarijnen. Dus zeggen we gewoon dat. Dat is meteen de beste die er is. En hij verzint het binnen 1 seconde. Ja, wij zitten echt al de hele tijd tijdens het eten. Ook vandaag zaten we te denken. Wat kunnen we nou doen? En laat jij eens eentje horen. Ik heb toch singles op Spotify. Maar ik kan echt niet zingen. Ik durf het bijna niet de kijkers aan te doen om nu te gaan zingen. Jawel, dat durf je wel. We zullen niet gaan lachen. Autotune. 11 november is bedrog en de knollen in de knollen. 11 november is bedrog en de knollen hebben je in de vlog. Dat is een hele leuke. Ja, dat vind ik een hele leuke. Ja, dat is wel mooi. Ja. Thanks. Dat vind ik een hele goeie. Lampionnetje lopen, mijn fietsframe is gebogen. Dat komt door dikke Truus. Die zit thuis voor de bus. Ze wil wat dikker worden, daar wil ik graag voor zorgen. Mag ik wat snoep voor Truus? Oh mijn god, die had ik ook nog niet gehoord. Is die goed? Ja, die is wel goed. Ja, die is wel goed. Tenzij die vrouw in één keer Truus heet. Dan hebben we iets uit te leggen. Ja. En ik heb er nog eentje, maar die bewaar ik voor vanavond. Maar dat gaat wel goed komen. Als ik jou zo hoor, we kunnen ook gewoon freestylen. Gewoon ja, voor de deur. Ja man, beatbox. Bro, ik heb 5 singles op Spotify, hè? Ja, ziek man. 2 platina's. Wow. Ja, echt lijp. Je weet man, snel is en heeft niks op mij. Ja, ja echt sick. Ja bro. Jouw meest gestreamde nummer is 2,5 miljoen. Ja, wow, dat is wel veel. Hey, no worries man. Yo. Laten we die even opzetten. Maar waar is de... Pion. Ja. Ja, man. Je moet iets hier aan hangen en dat moet er omheen. We gaan een lampje lopen. Dat meen je niet. Ja, we hebben niks. We kunnen even naar een Chinees restaurant. Daar hebben ze altijd van die dingen hangen. Ja. Die jatten we gewoon van die dingen. We kunnen toch ook zo lopen? Nee, doe normaal. Dat ga ik niet doen. Doe normaal. Doe normaal. Nee, ik ga niet zo aan de deur staan en zeggen, geef me je snoep. Aan okay, dan omhoog. Misschien gewoon... Geef me je kutmandarijn. Kunnen we niet langs de Chinees kijken of we even zo dingen hebben? Want die hebben altijd van die mooie dingen. Dat die hun hebben. Bij hun is iedere dag lampion. Elke dag is in Maarten. En ze kunnen ook even een oproep doen hoeveel mensen een knolpauwlampion hebben. En of iemand in Assen een knolpauwlampion. Ja, ik heb al 1 iemand die heeft een knolpauwlampion. Kijk. Oh, oh ja, dat jatten we uit zijn handen. Ja. Dat is super schattig, hè? Ja, die is leuk. Die is echt leuk. Ja, echt heel erg lief. Kijk nou, gewoon de pies ook erop. Kijk hoe we ook tevreden zijn. Ja, hij is super helemaal kijk, tevreden. Kijk, maar hij heeft gewoon een tas. Ik heb ook wel gewoon een tas. Ja, maar dan moeten we knutselen, dat haat het is leuker ik. Om gewoon een leuke lampion uit nee, te nee, we doen die lamp klaar. Gewoon gezeik voorkomen. Kun je rijden? Ja, we gaan. Let's go! Oh. Lampion loop! Ga je dit serieus doen? Wat? Ga jij rijden? Ja. Voor de eerste keer? Nee. In mijn Lambo?
Heb ik daar al een keer in gereden? Volgens mij niet. Oh shit, we're gonna crash, man. Wat zou het de eerste keer zijn? Ja, dit is de eerste keer dat jij in mijn Lambo gaat rijden. Ja. Succes. I'm gonna pop it. Wat lult hij allemaal? Nee. Oké, let's go. Oh, ik zeg, ik weet niet hoe ik moet rijden. Hij pakt meteen de camera aan het rijden. Leg mij even uit hoe ik moet rijden. Ik heb hier alvast geld voor je. Leg even uit. Zo werkt dat niet. Oh, nu ga je achteruit. Ja, dat is raar, hè? Dan gaan we achter. Dat is niet de bedoeling. Als je vooruit wil... Ja, ik ga gewoon drukken, joh, boeien. Hij drukt op van alles en nog wat. Dus heeft helemaal geen nut. Dit is ook wel echt het moeilijkste. Als je dit niet weet, dan ga je er ook niet achter komen. Nee, dit is wel moeilijk inderdaad. Het is echt kut. Dus zeg maar gewoon. Ja, want het zit daar allemaal niet. Nee. Het zit op je stuur. Oh. Nee, het zit dus zeg maar hier zo, achter. Hier heb je flippers. Oh ja, ja. En als je die rechts flippert... Ja, nu staat hij in zijn één. Dus je moet die rechter flippen. Ja, omdat je vaker klikt. Het is geen videogame. Je hoeft geen 8 keer te klikken. Gewoon 1 keer klikken. Pew, pew, pew. 1 keer klikken, dat is gewoon... Ja, stop. Nee, niet te klikken. Maar je zegt ik moet klikken. 1 keer. Ik klik 1 keer. Ja, je hebt je al lang gedaan. Ik klik 1 keer. Dat hoeft niet. Ik denk dat hij naar manual. Nee, hij staat toch nu in zijn drive? Ja? Nu is hij goed. Dus waarom moet ik dan 1 keer klikken zo? Kijk, ja, hij staat nu hier in zijn manual, zoals jullie kunnen zien. Als ik deze ingedrukt hou, gaat hij naar drive. Ja, dat is lastig hoor. En daar wil je hem op hebben. Dus dit is dan achteruit? Dus stel voor ik zet hem nu op parkeermodus, dat is de P. Hoe wil je hem nu naar de eerste versnelling doen? 1 keer klikken, ja. Niet 2 keer. Ja, dat is toch niet moeilijk? Nee. Dat denk ik toch de hele tijd al. Ga rijden dan. Wat zit ik laag? Laag? Je zit in een SUV. Ja, suf. Dat doe niet zo suf. Jij rijdt nooit zo hard in een auto. Ik mag hier 130. Ja, dat klopt. Oh, je rijdt 120. Ja, daarom. Rijd niet hard. Nee, gewoon goed optrekken. Optrekken. Strontjong. Strontjong. Nee, maar strontjong. Ik heb echt het gevoel dat ik laag zit. Nou, wist ik beter. Ja, je zit heel erg hoog. Lekker uitzicht op de weg. Hallo? Lampionnetje lopen. Ik wil wat wiet. Huh? Kom maar verder hoor. Oh, oké, we komen verder. Oh, we hoeven niet eens te zingen. Nee, we hoeven niet eens te zingen, joh. Ik ben benieuwd wat voor eten we krijgen dan. Ja, ik ook. Het lijkt me wel een zwarte piet. Oh. Ja, stel rennen. Doe jij eerst of ik? Hallo, maar ik... Snoep, snoep, snoep. Dat mag er zijn. Alsjeblieft, geef me snoep en geen fucking mandarijn. Nou, dat heb je goed gedaan, jongen. Maar ik heb alleen maar mandarijnen. Kuthuis, volgende. Snel weg, snel weg. Lampionnetje lopen. Mijn stokje is gebroken. Nou. En nu krijg ik het medelijden snoep. Maar ik zie geen lampionnetjes. Nee, dat zei ik ook al, ja. Zo onzichtbare. En zo knol, werk wel, zei hij. Ik ga even mijn pak scheren. Oh ja, mama gaat dat pakken. Yes. Hier, kan ik heb het echt aan heel... Harry Potter. Oh! Oh, de lamp is stuk. De lamp is stuk. Oh mijn god. Snoep. Ja, we hebben snoep. Ja, ja. Maar er staan hier allemaal kindjes voor, maar onze belde er niet. Dat is zo lullig. Ja, dat is zeg mama gewoon. Hè. Dus heeft gewoon. Ja, maar kijk wat een snoep ik heb. Ja. Ik heb zelf ook 4 boutjes opgegeten. Zo gewoon. Echt? Ja. 4 keer gezonder. En toen mama doet gewoon de spiegel. Lampion, ja. Ja. En dan alleen maar boutjes, hè? Want ik hou helemaal niet, ik ben niet zo snoepig. Mijn boutie, kokos. Oh. Maar kunnen we dan niet wat uit het raam gooien of zo? Ja, op kan. Die kinderen. Ja, kan. Oh ja, daar staan ze. Kijk, hier ook. En dan, echt joh. Kijk, hier ben ik ook maar op. Hallo. Wil je snoepjes? Ja? Hallo. Gaan jullie een liedje zingen? Oh, ze gaan een liedje zingen. Ja, goed zo. Hier komt ie, ja.
Eentje voor jou. Ik heb eentje voor jou. En ik heb eentje voor jou. Alsjeblieft. Wie wil er nog meer? Ja? Gaan jullie liedjes zingen? Met z'n allen. Wow! Hier, goed zo. Het doet alles. Wauw, hij heeft alles gegooid. Nee. Kijk al die kinderen. Kijk al die kinderen. Wat moet ik nou doen? Ja, ik zei het al. Snel, we doen de raam weer dicht. Ik heb nog één zak. Echt? Ja. Oh. Ja, je moet nieuw halen. Ja, echt niet. Normaal. Snel, het raam dicht. Pas op je hoofd. Wij zijn er niet meer. We zijn gesloten. Doei. Alle snoepers op. Doei. Je kunt het niet maken. Tuurlijk wel. Ik heb heel veel kinderen blij gemaakt. A few moments later. Lampionnetje lopen, mijn stokje is gebroken. Zet er dan een nieuw aan, dan kan ik weer verder gaan. Ja, super. Ik heb net altijd de snoep uit het raam gegooid. we hebben nog. Gelukkig heb ik nog één zak. Super. Jij hebt echt geluk. Dank u wel. Nou, mogen jullie allemaal eentje? Dank u wel. Dank u wel. Mag misschien ook een foto? Geen foto, want die moest ik gaan. Nee hoor. Ik kom ja, tuurlijk. Zullen we een groepsfoto maken? Ja. Ja. Nou, top. Willen jullie ook de slaapkamer zien van mijn moeder? Weet je, neem. Daar liggen ook snoepjes. Daar liggen ook snoepjes. Dat doet mama, die doet de deur open. Die zegt, ik heb alle snoepjes op mijn slaapkamer liggen. Maar, dat kan echt niet. Normaal. En zo. Cheese. Kijk eens aan. Dank je wel. Nou, succes. Mooi lampionnetjes. Je hebt ook een mooie fles. Oké, doei. Dank je wel. Heb je geen eigen fles? Dit is zo leuk, hè? Leg je even aan. Klink. Nou, dit lampionnetje gaat Milan dus opknappen. Kijk, hij heeft hier al een fles, want we zagen net kinderen voor de deur staan met een fles. Milan, veel succes. Veel succesfles. Zet hem op. Oh, lampje uit. Lampje aan. Zet hem op, hier. Ja. Je hebt al plakband en een stift, zie ik. Ja, ik heb ook al iets uitgeknipt uit de krant. Oké. Okay. Maar er waren letters te kort. Uit de courant? Ja. Nou, top. Dat is alleen letters te kort. Nou, daar staat Assen, maar dus EN was weg. Oké, okay, nou top. Is goed, zie je zo hè? Ik ga even Chinees halen. Wil je even de deur open voor de kinderen? Ach, staan er even de kinderen. Ach. En zo Knol is hier niet oprot. Nou, kijk. Oké, okay, nou gaan we. Alleen als jullie goed zingen hè? Nou, die hoorde ik niet goed. Nog één keer, hoor. Lampionnetje lopen, mijn stokje is gebroken. Zet er dan een nieuwe aan, dan kan ik weer verder gaan. Nou, super. Ah, jeetje, wel veel kinderen dit, hoor. Ik weet niet of we genoeg hebben. Oh, jeetje, even tellen, hoor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21. Oh, ik heb 22 snoepjes en het zijn 21 kinderen. Mooi. Ja, super. Oké, doei. Ja, natuurlijk wel. Pakken. Ja, nu pakken ze allemaal netjes één. Dat is leren verdelen onder de kinderen. Dat is super. Gaat het alweer goed met je voet? Nee, niet zo eigenlijk. Hoi, heb je ook een YouTube-kanaal? Nee. Oh, mag ik zo zelf met jou? Met mij? Ja. Er is er nog nooit iemand mij gevraagd. Kijk, daar staan allemaal mensen. Ja, we gaan naar Chinees halen. Er was nog wel één ding wat we heel graag willen. Okay. En dat is een lampion. Oh. heb je misschien twee lampions? Want we willen heel graag lampionnetje lopen. Nou, ze hadden geen lampion. Dus we zijn naar de winkel geweest. We hebben mooie lampionnetjes gekocht.
Maar nu hoorden we dat ze eentje gevonden hadden. Dus dan hebben we toch nog een Chinese lampion. Yay! Superleuk! Alleen ik heb geen... Ja, die is ook niet echt heel erg... Nee, maar die is mooi! Weet je? Ja, die is echt mooi. Zo vast met die dingen? Ja, die kan eraan. Het is echt mooi Chinees, kijk maar. Ja, perfect. Oh, lief. Je mag mee hoor, je gaat gewoon mee. Klopt ook van mij. Doe maar zingen. 11 november is de dag, daar belicht je, daar belicht je. 11 november is de dag, daar belicht je van de wacht. Goed zo! Wat mijn lampion hebben. Oh, kroephoek, lekker. Wauw. Oh, dit is gewoon los. Dan deze erin. In, ja. En dan deze zo. Hij lijkt op... Wait, yo. Hij lijkt serieus op beeldblauw, maar dat komt natuurlijk omdat het blauw licht is. Echt? Ja. Oké. Okay. Maar wat vind je van onze mooie Chinese lampion? Ja, deze is nice. Die is echt mooi, hè? Deze is echt nice. Check deze. Deze wil ik dan. Milan heeft zijn eigen al genomen. Wow! Chinatown. Wow, yo, dit is echt vet, hè? Lampionnetje lopen, die Chinees is aangekomen. Ik heb deze nu zelf gemaakt. Met mijn favoriete quote, plasproblemen bij mannen. Prachtig. Enzo en ik lezen nooit een krant. Dus ik dacht, ik doe een keer wat ouderwets. Dus Milan heeft allemaal woorden uit de krant. Er staat hier poes, vals, overlast, ass... Allemaal woorden. Stress. Kogel. Schieten. Nou, en ik heb dus... Nee, vraagteken. Schieten. Dus ik heb nu deze dus. Dus we gaan straks nog even bij de deur langs. Maar we gaan eerst Chinees eten. Lampje aan. Nou, het is tijd om te gaan, of niet? Ja, ja. We moeten wel even een beetje ronder nog. Ja, we moeten even eraan trekken zo. Ja. Zo. Nu matcht hij bij je auto. Als je zo doet, maakt hij ook geluid. Zo. Oh ja, Het is gewoon een accordeon. Ja. Dat is grappig, hè? En Milan heeft zijn tas open. Waarom ook alweer? Ja, ik heb mijn tas alvast open, want dan kunnen ze meteen snoep erin gooien. Dan rij ik gewoon op zeg. Gooi er maar in, hoor. Ja, en het is gewoon handig om gewoon te zeggen dat we de laatste zijn. Want, hier is de deur al. Oh. Jongens, hebben we wat gedaan. De koeien hebben staarten. Sint Maarten, de koeien hebben staarten, de meisjes hebben rokjes aan, die zien we van een kilometer al staan. Ja, moet ik lekker zijn. Ja, maar geen mandarijn alstublieft. 2, 4. 3. Ja, je ziet ze vieren. We hebben even de bril niet op. 1, 2, 3. Oh, lief. Dank u wel. Dank u wel. Super. Nou, top. Ja. Dank u wel. Fijne avond. Doei. Mandarijn, die alleen geeft mandarijn. Ja, dat is, we moeten iets verzinnen inderdaad. Als ze mandarijn geven, dan zeggen mandarijn, wat ben jij zagerijn? Nee. Dan zeggen we willen geen mandarijn, want dan ben je zagerijn. Heb je ook snoep, want dat mag er zijn. En anders doe ik je pijn. Dat weet je ook toch. Oh. Ja, slaan we de lampion ook. Wat zingen we zeggen? Nee, zing je loyaliteit. 2,5 nieuws, 3. Nee. Doe jij mijn nummer. Oké. Okay. Hallo, goedenavond. Hallo. Zijn jullie niet een beetje te oud? Nee hoor. Ik ben geen zagerijn, maar ik wil het liefst geen mandarijn. Ik voel me heel erg goed. Mag ik alstublieft wat snoep? Goed. Ik weet niet waar jullie mee bezig zijn, maar jullie hebben geluk. Ja, ik heb nog wat over. Yes! Ik kan nog wel een ander liedje anders zingen hoor. Ja, loyaliteit. Zagerijn, die geeft mandarijn. Is het ook goed, dan wil ik snoepgoed. Super. Ah, wat fijn. Oh, dankjewel. Ja, jullie zijn de laatste. Dan mag je mijn tas aan zo. Mag ik twee? Ja. En dan voor hem ook twee? Oh. Yes. Super. En zij ook twee? Oh, lief. Maar ik heb niet eens gezongen. Kijk, we hebben er 6. Jeetje. Dank u wel. Bijna vol. Succes. Dank u wel. Fijne avond. Ja,
kan me niet voorstellen dat jullie dat allemaal op gaan nemen. Dat gaat weer naar de kinderen natuurlijk. Dat is goed. Ja, zeker. Ja. Wij eten geen snoep meer, wij zijn te oud daarvoor. Nou, dat bedoel ik. Maar geef je dat aan onze kinderen? Trouwens niet allemaal, hè? Ja, zeker. Ze staat er nog. Zeker, kijk even of jullie ook naar de buren gaan. Ze vertrouwen het niet. 28. Ja. We doen allebei een deur. Bel aan. Oké. De deur is al op slot gedaan. Ja, we zijn een beetje laat. Het is 20:30 s'avonds. Ze doet nu de deur op slot. Oh nee, ze komt eruit. Ze doet hem open. 11 november is de dag die wij lopen, die wij lopen. 11 november is de dag die wij lopen met een lach. 12 november is de dag dat je niet meer lopen mag. Dus geef mij nu alles wat er is, want een snoep is wat ik mis. Top. Ja? Ja, ik denk van, wat doet het zo laat nog? Ja, snoep, hoor. Dat is leuk, hè? Hoe ouder je wordt, hoe laat hij komt. Heel goed. Oh, super. Dan gaan we door tot 22:30. Ja, wij... ja, zou ik doen. Ja, super. Ja, wij zijn mooi. Wij zijn de laatste in de straat, zag ik. Dus we mogen misschien wat extra. Ja, dus okay. Doe maar in de tas. Mogen dankjewel, twee hoor. Twee voor per persoon? Ja, joh. Doe maar. Even kijken. Dan pak ik twee Twix en dan jij twee Mars. En ook nog twee voor haar, denk ik. Oh, twee voor haar. Ja, twee Bounty. Ja, lekker. Oh, super. Nee, we hebben ook twee Bounty. We hebben ook nog een heel voetbalclub in de auto zitten. Nou, super. Dan doe ik daar nog een KitKat. En... ja hoor. Oh, super. Ja, top. Hey, enjoy, hè. Dank je wel. Dankjewel. Doei. Doei. Kijk, dat is wel handig, zo twee deuren naast elkaar. Wat dan? Die andere deed niet open, hoor. Ja, maar, nee, maar... dat is effectiever. Ja. Oh, ja. Ja. Oh, kijk, hier brandt nog licht. Misschien is dit Truus. Oké, we gaan nu mijn zelfgeschreven liedje doen. Ik ben benieuwd wat ze ervan vindt. Ik ook. Hou je lampion goed, hè? Ja. Lampionnetje lopen, mijn fietsframe is gebogen. Dat komt door dikke Truus, die zit thuis voor de bus. Ze wil wat dikker worden, daar wil ik graag voor zorgen. Mag ik wat snoep voor Truus? Ja, natuurlijk! Yeah. Oh, ik zou Truus niet tekort willen doen, hè? Nee. Nee. Maar u eet geen Truus, hoop ik? Nee, maar ik ben wel dik. Oh. Nee! Nee, dat bedoelde ik niet. Oh nee! Het is de een of ander, hè? Het is rechts. Nee, dat bedoelde ik echt niet. Nee, niet Truus, nee. Oké. Okay. Nee, dat lopen jullie voor jezelf voor een goed doel? Oh, het goede doel is Truus. Ja. Ja, ja. Ja. Nou, wij lusten geen snoep, maar we geven wel aan mensen die we tegenkomen onderweg. Oh. Ja, zeker. Kinderen die het hebben gemist. Oh ja. Nou, leuk hoor. Nou, oh, super. Heeft u mandarijnen? Nee, toch? Wat zeg je? Geen mandarijnen. Nee. Nee. Sorry. Oké, okay, nee, dat is jammer. We hadden ook nog een liedje voor. Ja. Oh, nou, mandarijn. Dan mag je wel zingen. Oké. Okay. Mandarijn, mandarijn, nou dan ben je een chagrijn. Mandarijn, mandarijn, nou dan ben je een chagrijn. Het voelt zo goed met wat snoepgoed in mijn buik. Oh, kijk, snoepgoed in mijn buik. Precies. En ik ben geen chagrijn, dus ik heb geen mandarijn. Nou, dat is hartstikke. Kijk, ja, en ook nee, nog eens geen Truus. Ik ben gewoon ha-ha Haribo. Nou, weer van humor. Nou, ik draai me om, want ik heb mijn tas al open. Twee zakjes. Hier twee zakjes. Ja, en dat is dat Truus? Dat is, dit is Truus, ja. Ja, dat is Truus. Mag ik twee voor hem? Ja, en die blauwe zijn iets groter. Er zitten weer net andere in. Okay. Dus die zijn haha, haha, Haribo. Ja, een extra ha. Dan neem je daar eentje van. Oh, dan mag je nog wel één hoor. Want anders, ja? Ja, als ik ze moet opeten, komt niet goed. Oké, super. Ja. Nou, zit de tas en weer... En deel je ook wel met haar? Ja, mogen we nog een zakje voor haar ook? Ja, ja, je bent dan toch bezig. Zakje voor haar. Ja? Ja? Ja, super. Lief, dank u wel. Ja, nee, wij hebben zulke goede herinneringen aan Sint-Maart lopen. We dachten, we doen het nog eens overnieuw. Dus we hebben vanavond bij de Chinees gegeten. Oh ja. En toen hebben we van Margreet de Chinees, dat is echt waar. Ja. In Kloosterveen hebben wij deze lampion gekregen. Ja. De stokjes hebben we zelf gekocht. En ik heb zelf eentje gemaakt met krantenartikelen. Met grote leuke dingen erop. Zoals bijvoorbeeld dat. Wasprobeer.
zeg maar. Ja, toch? Ja, ja, vals. Nee, dat is overlast. Ja, ja, overlast zorg je nu wel voor. Yes. Kogel, schieten. Ja, poes ook leuk. Ja. Dus, ja. Ik dacht, je lees een keer de krant. Ja. Nou, dat doe ik niet. Nou, meer. Je hebt gewoon echt het beste eruit gehaald. Ja, ja. Ja, waarom? Ik doe nou, het niet. Nou, ik hoop dat deze ontmoeting jullie herinneringen weer helemaal heeft opgevist. Ja, zeker. Ja, zeker. Ja, dank u wel. Fijne avond. Doei. Doei. Deze was zo leuk. Ja, deze was leuk. Ik denk dat we hier moeten stoppen. Dit was ons hoogtepunt. Ja. We gaan nu nog langs onze open oma. Oh ja, goed idee. Zullen we dat doen? Mijn lampje die heeft kuren. Oh ja. Nou. Welk liedje gaan we zingen? Dit moet wel echt een knaller zijn, hè? Ja, dit moet wel een knaller zijn. Dit moet een hele goede zijn. Lampionnetje lopen, dat doen we het liefst in Assen. Hij heeft een mooi lampionnetje en zo had pijn bij plassen. Nee. Nee. Oh. We bellen nu aan bij open oma. Maar de bel doet het niet. Ja, 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 ja. Oh, pardon. Oma, kom, we doen Sint Maarten. Ja, Sint Maarten. Nou, jongen. Lampionnetje lopen, mijn stokje is gebroken. Oh, zet er weer een nieuwe aan, dan kan ik weer verder gaan. Oh, ik heb nog vier, want ik heb kinderen gehad. Verschrikkelijk. Dit is leuk, oma. Oh. Jezus. Jezus. Dit is de laatste. Nou, en dan ben ik weer oprotten. Oh. We willen ze alle vier. In de tas. Heel gauw. Doe die schaal erbij. Nee. Jawel. Nee. Schaal erbij. Leuk jongens. Super. Geen jongen. Godverdomme. Oh. Nee, we hebben nog één. Ja. Even kijken. We hebben nog een liedje. Dan hoor je je schaal weer terug. Jezus. Oh nee, snoep niet. Oh nee. Snoep weer terug. Ja. We zijn ook al bij de buren geweest. Oké, komt ie. 11 november is de dag die wij lopen, die wij lopen. 11 november is de dag die wij lopen met een lach. 12 november is de dag dat je niet meer lopen mag. Dus geef mij nu alles wat er is, want een snoep is wat ik mis. God. En ik heb nog één. Ja, we zijn niet zomaar klaar. Oké, wil je deze eens vasthouden? Ja. Want voor deze act heb ik een andere stok bij me. Dat is Psalm 3. Ja. Even kijken. Daar komt hij hoor. Even aandoen. Oh, oma, als je je handen klapt, gaat hij aan. Oh, wauw. Oma, de magist. Lampionnetje lopen. Mijn stok is nu gebroken. Dat was hem. Dat is hem. Ja. Ja, mooi. Kom verder. Oké. Okay. Nee, nog één. Zagerijn, zagerijn, alleen die geeft mandarijn. Zagerijn, zagerijn, alleen die geeft mandarijn. Nou, wij hebben geen mandarijn, kom hier. We hebben het goed gedaan, hè? Ja, ik heb een lekker team, hoor. Echt heel goed gedaan. Super, man, we moeten even de buit bekijken. Leg het op tafel. Ja, ja, ja. We hebben dit echt lekker gedaan, hoor. Zo, zo, neem mee, neem mee. Nice, nice. Hey, dit ook, iets van fruit. Let's go. Nou, als ik niks wil. Oké, we leggen alles je tas af. Zo. Oh, dat was echt. Wat is dit nou weer? Ja, dat is ook iets van fruit, weet ik veel. Dat die kinderen. Oké, we gaan even de buiten bekijken. We hebben bij best wel veel mensen hebben we snoep gekregen. No. Ja. We hebben ook Haribo. Kijk. Hoppakee. Oh. Oh. Hoppakee. Oh. Een headset. Ja, bij de buren? Die hebben gewoon gekregen deze. Zijn welke buren? Ja, gewoon al jullie buren. Hier. Gewoon ja. De straat. Ja, ze vroegen allemaal waarvoor het was. Omdat we zo oud waren. En herkennen ze je niet? Nee, ze herkennen ons niet. Nee. Ja, misschien, maar weet niet. Denk hier je niet? Dan van het complex dan? Maar het nee, hier niet. Nee. Maar hebben jullie zin in snoep? Nou, laat maar achter. Dus, wat staat hier, oma? As. As. Ja. As. As. Ja, as. En in het Engels? As. Hey, wat denk je dat het is? As. As. Wat betekent dat? Als. God.
Oh, god, oh, god, oh, god. Nou, maar in Engels. Nee, ik had nooit een goed cijfer op Engels. Nee, ik merk het. Ja, nee, maar je wist ook echt niet wat het betekende. Nee. Je staat gewoon kont. Nou. Ja. Ja, als je als... Lin ben je op school niet, hè? Maar oma, heeft opa nooit tegen jou gezegd, oeh, nice ass? Nee, nooit. Oh. Nee. Nou, zeg eens opa. Ik weet niet meer wat ik aan me zei, maar. Nou, dat niet. Zulke dingen leer je niet op school. Nee, op internet. Dat leer je op de straat, maar ja, dat is oma nooit geweest. Dat leer je op straat, oma. Oh. Nou, wij gaan weer vandoor. Mooie crocs, oma. Ja, is in nu, hè? Is echt heel erg. Was het in? Oh, ik bewaar die schoenen niet voor jullie. Je bewaart die voor het volgende. Ja, hoe heette die schoenen ook weer? Oh ja, maar dat kunnen wij wel even maken. Jeez. Oh, bijna. Nog één keer. En zo. Je had ze bijna goed. Jesus. Jesus. Oh, bijna. Jesus. Goed zo. Hoppakee. Het was supergezellig bij opa en oma. En nu is het zo dat wij te horen hebben gekregen dat er hier bij dit huis, op nummer 10, een fan woont van ons. En die was ook lampionnetje aan het lopen. Yup. Dus hopen dat hij nog niet slaapt. Het is ondertussen namelijk 9:45 in de avond. Maar we pakken ons lampionnetje er gewoon vrolijk bij. En wij gaan nog voor de laatste keer een liedje zingen vanavond. En ik ben heel erg benieuwd of de fan al op bed ligt. En zo ja, of die wordt wakker gemaakt door de ouders. Welk liedje gaan we mijn doen? Mijn liedje, die van de knollen. Dat is leuk. Ik wil eigenlijk 6ix9ine doen, Billy. Ja, dat nummer lijkt me niet zo'n goed idee. Maar dat nummer van jou is wel goed, ja. Ja, die is leuk. Hoe ging die ook weer? 11 november is bedrog en de knollen en de knollen. Oh, ja. 11 november is bedrog en de knollen heb je in de vlog. Ja, bijna op ritme. Maar... Bijna, ja. Ja, maar die laatste zin kan je niet echt goed op ritme doen. Nou, wij wel. Nou, laten we horen dan. 11 november is bedrog. Dat de knollen. 11 november is bedrog. Dat de knollen in de vlog. Ja, top. Met de knollen in de vlog. Met de knollen in de vlog. Ja, dan kan het. Gaan we die echt die serieus doen? Ja, leuk. Oh, nou, dat is één enthousiast. Nou, top. Als we democratie doen en we gaan stemmen, dan verliezen, hè? Zullen we die doen? Ja. Ja? Ja. Top. Nee. Let's go. Is toch leuk? Ik werd aangebeld. 11 november. Nee hoor, het is ook heel. Ik heb de kinderen slapen. Loop een deur verder. Sorry hoor. Oh echt? Ja, echt. Ik heb er mezelf op gegeven. Ik heb er niet meer. Het is ook voor de kinderen. Willen ze Enzo Knol niet ontmoeten? Jawel, maar ik ga ze niet. Ik ga ze niet morgen. Het is 9:30. Hoe laat is het? Zij is 10 jaar. Is toch geweldig? Is toch geweldig? Die heeft morgen de verhalen op school. Misschien ziet hij dit. Oké. Okay. Nou, dan doen we het met video. Is goed. Oké, okay, dan. Oké. Okay. Doei. Doei. Nou, nee, we lopen niet meer. A few moments later. Ja, kom maar. Kom. Ja, maakt niet uit. Hey, ik heb de vis toch al wakker. Kom kijken. Oh. Hij is nog heel. Goedemorgen! We gaan naar school! Hallo! Zometeen gaan we naar school. Hallo! Oké. Nee, even wachten op de andere. We hebben nog een hond die komt nog. Oké, hoe heet je? Lola. Oké. En de andere? Jaron. Hallo! Hi Jaron. Hallo! Nou, dat is grappig. Ja. Ja. Nou, gaan we eens kijken of we kunnen zeggen. Hey! Oké, ja, 11 november. 11 november is bedrog. Dat de knollen. 11 november is bedrog. Met de knollen in de vlog. Hey. Oh! Oh! Hey. Dankjewel. Helemaal super. Nou, zijn we blij dat we nog even als laatste hier bij dit huis heen zijn gegaan. Ja, fijn dat jullie even wakker wilden worden. Ja. Ja, high five. Alsjeblieft. Hey, doei hè. Fijne avond. Lekker slapen. Oké, doei. Doei.
Zo, dat was het perfect laatste huis. Ja, je moet nooit opgeven, Enzo. Jij gaat nee. gewoon meteen op. En die lampion kapot gegooid. Ja, dat is opgeven. Je bent een opgever. Ja, ik was er klaar mee. Ik dacht, ik wil een huis. Oh. Nou, dan ga je nu. Ik dacht, ik wil een tante Truus al mijn snoep inleveren. Maar jullie denken... Snel redden! Maar jullie denken totaal niet aan je cameravrouw. Jullie pakken snoep en lopen gewoon weg. Niet eens even... Nou, Miron, nou, lekker, ja. Je mag mijne ook. Stop maar in die dikke regen. Ja, dikke Truus. Gaan. Nee, dat was wel echt heel erg leuk hoor. Dat was heel schattig. Groetjes aan Lola en Jairo. Zo dames en heren. Ik vond het echt een hele leuke dag. Ik heb ontzettend veel gelachen en genoten. Hopelijk jullie ook. Vergeet het niet even een blauw duimpje omhoog te doen. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. Ik check jullie heel graag morgen bij een gloednieuwe vlog om 4 uur. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke, vette peace. Knol power.